Doet hij nog wat aan die klimaatweek? Nee, dat doet collega Van Baarle. Oh, wat doet hij dan? Nee, maar ik bedoel zelf. Zelf, persoonlijk. Wat gaat hij doen? De Veggie Challenge Team Battle. De deuren dicht wedstrijd in Den Bosch. Dus enigszins in de buurt misschien. Circulair huis inrichten, helpt de egel de winter door. Of de spoedcursus tuinieren voor buurtvergroeners. Help Nederlanders de winter door. Mag dat ook? Ja, daar hebben we vanavond een debat over. Dat is veel interessanter dan deze gekkigheid. Zal ik heel eerlijk zijn? Ik verneem nu via jou dat er een klimaatweek is. Niet. Nee, dat meen ik serieus. Dan zie ik dus de wedstrijd, de Veggie Challenge Team Battle. Gaat dat dan het klimaat redden? Dat is volgens mij een hele leuke manier om met elkaar te ontdekken hoe je meer plantaardig kan eten. Heel veel burgers in Nederland trekken het niet meer. Ja, en als je dan ziet dat vooral D66, maar ook wat andere partijen, dat die zich nou vooral bezighouden met het klimaat. Ik zou zeggen, kom terug op de grond, vergeet je ideologie even en doe waarvoor je bent ingehuurd. Dat is gewoon Nederlanders helpen die niet weten hoe ze morgen een boterham moeten betalen.